Ik sta hier nu in de Remonstrantenkerk in Rotterdam en het is me toch een kerk. Het is echt een hele mooie kerk, heel oud. Dat had ik eigenlijk niet verwacht aan de buitenkant. Ze hebben hele mooie glas- en loodramen en daar ben ik zelf een beetje fan van. Ja, dit is de kerkraadskamer. Hele statige kamer vol met prachtige portretten. En hier, prominent in het midden natuurlijk, Arminius. Wat is die jong, hè? Maar die stoel waar die nu op zit, daar ga ik ook even op zitten. Dus ga ik maar even zoeken. Ja, welke stoel is het nou? Maar ik neem aan deze stoel. Ja, het is een hele oude stoel. Je zou hem bijna gewoon in de kringloop kunnen vinden. Maar dit is toch echt de stoel van Arminius. Even kijken of hij lekker zit. Nou, ik kan niet zeggen dat hij heel lekker zit. Nou, je houdt in elk geval je aandacht erbij, want je zit wel erg recht. Dan moet ik toch zeggen dat ik het wel leuk vind om in de stoel van Arminius te zitten. En Arminius is natuurlijk helemaal niet zo'n heel bekend persoon. Ik denk dat weinig mensen ooit van Arminius gehoord hebben. Hoewel bijvoorbeeld Calvijn of Luther, dat zijn veel bekendere namen. En dat is eigenlijk heel gek, want Arminius is ontzettend belangrijk geweest voor het christendom, zoals ik dat vandaag ken en waar ik ook in geloof. En daar was Arminius, die een hele andere theologie verkondigde, namelijk die van genade is voor iedereen. En dat is eigenlijk best wel uniek dat hij daar eigenlijk voor opkwam op een plek en in een periode waar er gewoon heel veel tegenhangers waren, mensen die daar helemaal niet mee eens waren. Tegen wil en dank werd hij eigenlijk een soort spokesman voor een nieuwe groep die twijfels hadden bij de predestinatieleer. Uiteindelijk na zijn dood pas is toen de synode van Dordrecht geweest. En de hele theologie van Arminius, van nee, genade is iets wat je kan ontvangen, wat voor iedereen is, maar je moet het gewoon aanpakken. Dat hebben ze eenmaal eigenlijk weggegooid. Ja, dus hij is verder gegaan met de leer van Calvijn en Luther, of eigenlijk Beza, de opvolger van Calvijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen dan zoiets als dit, een stoel waar Arminius op gezeten heeft, dan heel erg koesteren. Want een tastbare herinnering aan wie Arminius was en wat hij betekend heeft. De boodschap die hij verkondigd had. Hij verkondigde hoop in plaats van angst. Dus het is eigenlijk een beetje een held voor mij, Arminius.